Nu nog in het tijdelijk natuurhuis aan de Deldense straat, maar het ziet er naar uit dat het natuurhuis in het Hagenpark er toch gaat komen. En het IVN brengt de natuur- en milieueducatie met nieuw elan onder de aandacht. Ik vind het heel erg belangrijk dat kinderen in contact komen met de natuur. Almelo heeft 10.000 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12. En die moeten allemaal naar buiten toe. Dus wij zijn hard bezig om een campagne te voeren om de kinderen te bereiken. Nou, de campagne houdt in dat wij hele mooie kaarten hebben ontwikkeld. Dat zijn kaarten waar kinderen mee het schoolplein op kunnen of vanuit de klas naar buiten kunnen kijken. Maar het liefst natuurlijk echt naar buiten. En dan kunnen ze kijken welke vogels ze allemaal tegenkomen. Dus dat is één. En daarnaast hebben we een hele leuke Donald Duck. Donald Duck gaat over naar buiten. Nou, die kan je natuurlijk ook heel goed buiten lezen. Dan hebben we nog een flyer gemaakt. En in die flyer staat eigenlijk het programma voor januari, februari, maart. Wat je allemaal kan doen. Dan kan je namelijk met de scharrelkids naar buiten op zondag. En er is echt volop dingen te ontdekken buiten in de natuur. Scharrelkids is een programma wat al heel lang bestaat bij het IVN Almelo. Het is 1 keer per maand op zondag. En wij willen dat gewoon graag weer even onder de aandacht brengen. Wat wij te bieden hebben. Wij gaan ook naar scholen toe, want we vinden het belangrijk om al die kinderen te bereiken. Nou, nogmaals, we hebben 10.000 kinderen in Almelo, waarvan de kinderen vanaf 4 jaar natuurlijk naar school toe gaan. En alle kinderen krijgen een kaart. En dus ja, we gaan ook echt persoonlijk naar de scholen toe om contact te leggen en om te laten zien wat wij te bieden hebben aan de scholen vanuit het IVN. In maart 2017 gaan we ook weer starten met een cursus natuurouder. Dus we hopen dat heel veel ouders van scholen daar zich voor gaan aanmelden. En na die cursus kan je de school helpen om dus natuuractiviteiten te doen, te ontwikkelen op school. Zeg maar, wat moet ik me voorstellen bij natuuractiviteiten op school? Nou ja, er zijn ontzettend veel dingen mogelijk. Als je nu kijkt naar de periode waarin we zitten, dat is de winter, is het heel belangrijk bijvoorbeeld om de vogels te helpen. De stadsvogel of de schoolvogel noem ik ze ook wel. Dus het is heel leuk om met de kinderen al bijvoorbeeld vetbolletjes te maken. Dus dat is een hele goede activiteit die je in de klas kan doen. En dan is de bedoeling dat je het vogelvoer voor het raam ophangt. Dus aan een boom als die er staat of je maakt een voederpaal. En dan kunnen kinderen vanuit de klas kunnen gewoon zien welke vogels er langskomen. En dat is al bijvoorbeeld een hele makkelijke activiteit om kinderen in contact te brengen met de natuur. Ja.